Ruben Lijon speelde afgelopen seizoen in Jong Ajax. Maar tijdens de voorbereiding heeft de 21-jarige verdediger indruk gemaakt op Frank de Boer. En nu dus, door de schorsing van Ricardo van Rijn, speelt Lijon zijn eerste echte klassieker. Ja, een mooi moment. Ajax Feyenoord. Wat denk je dat je te wachten staat? Nou, veel publiek, sfeer, vol stadion en 3 punten. Dat is duidelijk. Ja, zeker. Moet ook. Wat kan jij zo'n jongen meegeven over de klassieker? Ja, heel speciale wedstrijd. Dat denk ik ook dat hij weet. Zelf in de jeugd heeft hij ook meerdere keer gespeeld. En hij weet hoe de spanning is. En ja, hij weet ook hoe we spelen en wat je moet doen. Dus als je begint, dan ziet hij, ik weet dat hij wel goed gaat doen, ja. Hij is supersnel, heel goed wendbaar. Kan eigenlijk normaal gesproken bijna 90 minuten langs de lijn denderen. Is ondanks zijn lengte kan hij verschrikkelijk hoog springen. Uit de testen heeft hij het hoogst gesprongen van allemaal. Er was verder weinig nieuws te melden over eventuele transfers. Ondanks dat de competitie pas 2 wedstrijden oud is, staat er zondag wel degelijk veel op het spel. Wij moeten niet kijken naar Feyenoord, we moeten naar onszelf kijken. En niet denken, oh, dan leuk dat Feyenoord dan in de crisis komt. Nee, wij moeten zorgen dat wij gewoon op 6 punten komen te staan na zondag. Of dat ook gaat lukken, weten we zondag om 14:15, want dan zit deze editie van de Klassieker erop.